Marcel de Graaf, bestuurslid Technische Zaken. Vanavond is bekend geworden dat Frans Adelaar gaat vertrekken bij Smeos en daarvoor in de plaats ad interim Ruud van der Geest komt. Kan je eens vertellen over hoe gisteren en vandaag verlopen zijn? Ja, vraag gisteren en vandaag. Ik denk dat je een stukje verder kan kijken. Ik denk dat we de afgelopen 3-4 weken dingen die voorbij gekomen zijn. Dan hoef ik niet in herhaling te vallen, want dat kent iedereen. Uiteindelijk denk ik, als je kijkt naar, we hebben gisteren gezeten, we hebben teruggekeken op die afgelopen periode. We hebben ook eerder gesprekken gehad van hoe staan we daarvoor. Nou, uiteindelijk zie je dat we met, en dat geldt denk ik breed binnen de club, maar dat geldt voor selectie, dat geldt voor bestuur, TC, dat geldt ook voor de hoofdtrainer en al iedereen daaromheen. Zijn we tot de conclusie gekomen van, we zijn 11 wedstrijden onderweg. En zoals we er nu in zitten met elkaar, dat kost heel veel energie en gaat niet goed. En niet het vertrouwen dat we dat op die manier kunnen omdraaien. En dat heeft geleid tot uiteindelijk besluit dat we gisteravond genomen hebben om dit in gang te zetten. Dan kom je uit bij Ruud van der Geest. Hoe ontstaat zo'n naam en waarom hij? Nou, belangrijk is, je hebt twee dingen die we moeten regelen. Eén is de korte termijn. Dat was vanavond training, donderdag en richting zaterdag. Dan kijk je wat hebben we zelf in huis. En wie hebben de papieren en de verantwoordelijkheid en wie zou dat kunnen. Nou, daar hebben we Ruud aangesteld als hoofdopleidingen aan het begin van het seizoen. Dus daar ben ik net begonnen. Dus vanuit die optiek zit ik niet op te wachten om Ruud daar verder in te zetten. Ik heb Ruud wel gevraagd van als club een beroep op je doen. En dan sta je er dan voor open voor om dat te doen. Nou, daar zei hij volmondig ja op, dus daar ben ik heel blij mee. En dat is belangrijke reden waarom we intern gekeken hebben voor de korte termijn oplossing. En uiteindelijk gaan we daar blij dat Ruud dat doet. En dan gaan we met z'n allen goed bij helpen. Wat heb je Ruud van der Geest nog verder meegegeven? Moeten er bijvoorbeeld dingen veranderen qua wedstrijdmentaliteit of qua tactiek of iets dergelijks? Heeft dat nog een rol gespeeld in gesprekken de afgelopen dagen? Nou, niet de afgelopen dagen. Je mag weten, want Ruud weet dat ook sinds gisteren. En dat was nog te kort dag om het daar inhoudelijk over te hebben. Maar dat zijn zeker zaken die gaan komen richting donderdag en richting zaterdag. Je zegt eigenlijk al, we gaan waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe trainer voor de rest van het seizoen. Wat voor functieprofiel, of misschien is dat nog te vroeg hoor, maar wat voor functieprofiel gaan jullie naar op zoek? Nou ja, kijk, we gaan zeker, en dat is de keuze, Ruud voor tijdelijk. En we gaan sinds vandaag en morgen gaan we aan de slag van wie zou die rol de rest van het seizoen kunnen overnemen. Nou ja, dan gaan we nu eens kijken naar een shortlist, wie zouden we daarvoor kunnen benaderen. En wie hebben daar ervaring in, wie zijn er vrij en beschikbaar. En daar de keuze in maken. In hoeverre maakt de financiële situatie van de club daar nog een in hoeverre speelt dat nog een rol? Ja, speelt ook een rol. En dat zal zeker in alle plussen en minnen is dat een afweging die we daar meenemen. Weet je ook al of het een trainer wordt die voor een langere periode dan alleen dit seizoen komt? Of is dat nog allemaal te vroeg? Ja, dat is nog te vroeg. Uiteindelijk moeten we daar in de gesprekken met kandidaten over hebben. En dan komen we daar wel uit. Maar de eerste focus is nu nog 19 wedstrijden te gaan en daar ligt de focus op. Daar iemand voor aanstellen. Ja, precies, want die doelstelling is nog steeds top 7, neem ik aan. Absoluut. Okay. Dankjewel. Ruud van der Geest, vanavond ben je gepresenteerd als ad interim trainer van het eerste elftal van IJsselmeervogels. Wanneer wist je dat je het over moest gaan nemen? Nou, ik ben al eerder gepolst door het bestuur. Van, mocht het uit de hand lopen, ben je dan beschikbaar? Nou ja, weet je, als Roy zijn, is dat niet zo'n hele moeilijke vraag. Dus ik heb aangegeven van, weet je, mocht het met Adelaar niet goed komen, ja, dan zou ik beschikbaar zijn voor IJsselmeervogels. Wat heeft het bestuur jou meegegeven van hoe je dit aan moest gaan pakken nu? Nou, het is voorlopig, eigenlijk is het voor vandaag, hè, dinsdag training, donderdag training en waarschijnlijk zaterdag de wedstrijd. En daarna is het nog afwachten, dus dat is voor mij ook nog koffiedik kijken. Dus het kan zijn dat het voor één wedstrijd is, maar dat is dus nog gewoon afwachten. Ik weet niet waar het bestuur verder mee bezig is qua trainer. Ik denk wel dat er een andere komt, zeg maar. Maar wanneer het is, is voor mij moeilijk te zeggen. Ja. Ja, voor de mensen die Ruud van der Geest niet zo heel goed kennen. Je hebt natuurlijk hier in het eerste elftal in het verleden gespeeld. Je hebt daarna ook trainingen gegeven bij diverse clubs in de regio. Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, ik ben hier op mijn 7e begonnen, zoals de meeste jongetjes in het dorp, zeg maar. Alle selectieelftallen doorlopen. Rond mijn 17e bij het eerste gekomen, 16-17, onder Pierre Stevenhaert gedebuteerd in het eerste, zeg maar. Ja, daarna van mijn 19e tot 26e basisplek gehad. Daarna weggegaan, Sparta Nijkerk, Veense Boys. En daar ook mijn trainersdiploma's gehaald. En na Veense Boys ben ik gestopt met voetballen, dat was 32 volgens mij.
mooie leeftijd. En sindsdien ben ik trainer geweest. En even kijken, vanavond heb je eerste training gehad. Wat wilde je de spelers vanavond overbrengen? Wat trof je aan als selectie? Nou, weet je, ik was erbij toen het werd meegedeeld aan de spelersgroep. Weet je, en dat zijn nooit leuke dingen om te horen. Dus die groep is dan down. En dat, weet je, we hebben lekker partij gespeeld. Dus weet je, dan hebben ze plezier. En partijtje vindt altijd iedereen lekker. En ik heb zoveel mogelijk mensen op hun posities gezet waar ze zaterdags kunnen spelen. Om ze zelf ook goed te kunnen zien, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en dat was eigenlijk de doelstelling van vanavond. Gewoon weer met plezier lekker spelen, zeg maar, met z'n allen. Ik zag dat je ook wel bezig was met druk zetten tijdens als de tegenpartij in balbezit is, dat ze met elkaar druk moesten zetten. Is dat ook iets wat je specifiek mee gaat nemen? Nou, dat is wel het mooie wat ik eigenlijk zelf als trainer graag wil zien. En ik vind eigenlijk helemaal hier met ons publiek hier van IJsselmeervogels, die willen geen ploeg zien die afwachtend speelt. Die willen toch wat meer naar voren spelen en wat druk proberen te zetten als het mogelijk is. Dus ja, dat willen we wel graag erin brengen. Je bent daarnaast ook hoofd jeugdopleidingen. Wat gaat deze rol als ad interim trainer betekenen voor die rol? Ja, dat weet ik op dit moment niet. Kijk, als het is zoals ik net zei, van dinsdag, donderdag, zaterdag. Ja, dan weet je, ja, je kan een week ziek zijn en dan gaat ook alles door. Dus dat zou in feite niks verder daarvoor betekenen. Kijk, dat is het enige wat zou kunnen gebeuren. Als het langer zou worden, als er geen trainer gevonden wordt, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat het langer duurt, ja, dan moeten we zien hoe dat verder gaat. Okay. Bedankt, heel veel succes en tot de zaterdag dan. Dankjewel.